Japan slaat een nieuwe weg in als het gaat om het stimuleren van de economie. Premier Abe wil de kwakkelende economie uit het slop trekken allicht en heeft besloten dat de staat flink gaat investeren in infrastructuurprojecten. Maar er wordt ook geld uitgedeeld aan Japanners met lage inkomens. En dan, Hans de Geus in Amsterdam, dan praat je over helikoptergeld. Nou, niet per definitie. Hè. Als je dat financiert door elders belasting neer te leggen, hè, door bijvoorbeeld de belasting bij bedrijven te verhogen of voor rijke mensen, dan is het geen helikoptergeld. Als je het doet door tekort op te laten lopen en vervolgens geen staatsleningen uit te schrijven, maar door dat direct bij de centrale bank op te halen, dan is het helikoptergeld. Het is mij nog niet duidelijk, maar laten we wel wezen, wat er tot nu toe gebeurde is dat er een tekort was. Daar werden staatsleningen voor uitgegeven. Die werden direct gekocht door de centrale bank. Is de facto al helikoptergeld. Dus er wordt heel moeilijk gedaan over die naam. Maar de facto gebeurt het al. Ja. Dus het is wat dat betreft ja, wel nieuw dat er weer extra stimulering aankomt. Maar hoe dat met de centrale bank wordt afgekaart, dat is nog niet helemaal duidelijk. De begroting moet ook nog komen. Toch is die term helikoptergeld alleen al prachtig. Het werkt alleen niet doordat er een helikoptertje boven de arme woonwijken van Japan gaat vliegen. Hoe werkt het wel? Nee. Nou ja, het idee is dat je gewoon nieuw geld print wat direct bij de mensen terechtkomt. Dus zeg maar QE for the people. In het verleden was QE, het opkoopprogramma wat de ECB ook doet. Dus je koopt geld op, dat komt bij beleggers terecht die in ruil daarvoor hun obligaties inleveren. Per saldo gebeurt er eigenlijk dan niet zoveel als je goed kijkt. Ze ruilen hun spaarrekening in voor een lopende rekening. Vandaar dat het ook niet werkt, want het geld komt helemaal niet bij de mensen terecht. Als je het fiscaal doet, via de overheid, die het geld direct overmaakt. Het zij aan de bouwbedrijven, omdat de bruggen worden gebouwd. Het zij bij de mensen thuis, omdat ze het gewoon echt op hun rekening krijgen. En je verhoogt niet elders de belastingen daarvoor. Dan loopt het tekort op. En als je dat tekort ook nog eens niet eens financiert met staatsleningen, maar direct bij de centrale bank tapt, die echt met nieuw geprint geld dat doet, dan is het helikoptergeld. Ja, ja. Die details hebben we nog niet, hè? Want we hebben de begroting niet. We weten niet zeker of het afgedekt wordt of enzovoort. Maar nee. Laten we er even van uitgaan dat dit is wat het nu lijkt, het helikoptergeld. Ja. Dan is dat dus echt een nieuwe stap. Dat betekent dus dat al die QE-programma's, dat die lage rentes, dat al die instrumenten van de Centrale Bank van Japan niet hebben gewerkt. En dat de staat nu de volgende stap maakt. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Hoewel in mijn optiek de combinatie van een fiscaal tekort plus een centrale bank die jouw leningen opkoopt, al een heel end die richting op is. Maar goed, ik denk dat de kop, als dit inderdaad doorgaat, dan zullen de kop in de krant zeker jou gelijk geven en dit als iets nieuws betitelen. Maar als je er goed naar kijkt, ja, is het een geleidelijke gang naar proberen de vraag in de economie wat te verhogen. Misschien hebben we een plaatje van tekort tot nu toe, hebben we die, Dirk? Ik geloof het niet, hè? Nee. Nou, het tekort is nu 6% van het BNP, van de overheid. Daar zou dan een 0,5% bijkomen. Dus het is ook niet een heel fors nieuw bedrag, maar je hebt helemaal gelijk. Als we het gaan betitelen als helikoptergeld, dan is het vanzelf een feit daar. En dan zal je zien dat goud daarop gaat oplopen en dat de goudgekkies victorie gaan kraaien. Later meer, Hans. Dankjewel.